Tegenover mij is komen zitten Ed Glaudy van GroenLinks, fractievoorzitter. Ed, goedemorgen. Goedemorgen. Laatste aantekeningen nog te houden. Nou ja, van, even goed kijken. Scherp hoor, want... Ja. Nou, je komt even op de stoel te zitten van een bevlogen AMBO-voorzitter. Gelukkig zijn er nog strijdbare mensen. Hij is nog warm. Maar ik denk dat dat gesprek nog wel 3,5 uur had kunnen duren. Dus dan tippen we in stukjes. Ja. Ed, welkom. Hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed, joh. Goed zo. Ja, dan ga ik nu over op de formele tour, meneer Glaudy. Ik ben blij dat het goed met u gaat. Om maar gelijk met de deur in huis te gaan... Bart de Leden, ooit voorzitter van de SWS, ooit wethouder van GroenLinks. Gaat het landelijk GroenLinks een beetje vlot trekken, als ik het goed begrepen heb? Ja, daar ben ik wel blij mee, Jan. Ja, hoe gaat hij dat doen, denk je? Het is een oorspronkelijke denker. Ja. En ook razendsnel denken en strategisch goed. En zijn hart ligt toch wel ook bij gewoon het praktisch neerzetten van dingen. Ja. Het is geen theoreticus. Ja. Hoe moeilijk is het om GroenLinks willen, of van meneer Glaudy is het om GroenLinks willen? Ja, dat begrijp ik dan. Nee, maar dat, we houden ons aan de formule. Hoe moeilijk is het om GroenLinks toch landelijk weer op de rails te krijgen, denk je? Nou, gewoon aan de basis blijven werken. Ik heb hier, ik kan met name spreken van de regio Rijnmond. Daar heb ik mijn samenwerkingscontacten met GroenLinks. Dus met uiteraard ook met andere partijen. Maar we houden het even bij GroenLinks. En ja, dat zijn allemaal zeer bevlogen mensen die goed met elkaar kunnen opschieten. Goed doelen kunnen stellen en aan de slag zijn. Ja, maar waarom is het dan het landelijk bestuur niet gelukt om bij de basis te blijven? Ja, als ik dat nou zou weten. Is het verwijtbaar gedrag? Mag je mevrouw Sap wat aanrekenen? Nou, ja, je mag misschien niemand wat aanrekenen, behalve dan naïviteit en egootjes. Mm-hmm. Toch? Ja, ook binnen GroenLinks? Ja, ook, het valt tegen, maar het is misschien wel zo. Een beetje ivoren toren gedrag. Toch, ook binnen GroenLinks. Terwijl jullie toch de partij zijn van... Mag ik zeggen, het was tering. Nee, maar ik bedoel, de mensen waren zo verrast... letterlijk door zo'n organisatie die zo snel in elkaar tuimelde. Ja. En maar dat ligt niet alleen aan de partij, dat ligt ook aan de stroom. Als je binnen de PvdA een lijstkiezersdebat hebt... dan vindt iedereen het prachtig. Ja. Ja. En daar zat natuurlijk ook spanning in van hier tot en met Tokio. Mm-hmm. En dan hebben we binnen GroenLinks. En dan wordt dat heel negatief uitgelegd ook. Ja. En dan wordt er ook niet handig geopereerd door het bestuur daarin. Nee. Want dan moet ik ze ook wel nageven. Ja, en dan krijg je een negatieve spiraal. En dat is dan heel vervelend. En en dan denk je wel, ja, wij hier maar werken aan de basis en aan de slag zijn. En toch zorg dragen om het idealen van GroenLinks uit te dragen. En ik denk ook wel dat die landelijke jongens dat en meisjes dat ook wel uitdragen. Maar ja, er zat even spanning in en dat werd niet goed gecommuniceerd en dat gaat fout. Wat merken jullie van die effecten van zo'n verkiezingsuitslag, lokaal gezien? Nou, ik heb een heleboel uit te leggen. Ja. Dus... ook tijdens de campagne hadden we heel wat uit te leggen. Dat is niet altijd leuk. Voor de rest merk je daar hier lokaal gezien niet zo vreselijk veel van. Want ja, de idealen van GroenLinks, en dat ben ik ook, die blijf ik uitdragen. En daar ga je voor. En daar merk je toch dat je daar wel een... toch ook wel basis en een goedwillend oor voor elkaar. Ja, en er wordt er wel eens gezegd, groen is niet meer interessant en niet meer boeiend en dergelijke, gezien het economisch tij. En als je dan kijkt naar de verkiezingen en de uitslagen van groen in België, denk ik, nou, dat valt ook wel te betwisten. Want groen is nog steeds voor een deel van de bevolking zeer interessant. En een item wat ze mee laten wegen tijdens de verkiezingen. Zo is het. We gaan naar het lokale gebeuren. Over groen gesproken. De wietpas. De groene plantjes. Jullie staan zeg maar lijnrecht tegenover het CDA. Even uitleggen hoe jullie standpunt daarvan is, meneer Glaudy. Nou ja, goed. Per 1 januari moet die wietpas, als de minister zijn zin krijgt, over heel Nederland worden uitgerold. En dat vindt GroenLinks geen goed plan. Waarom niet? Omdat we nu een fragiel evenwicht hebben hier in Nederland en ook hier in Schiedam. Met betrekking tot de aanpak van soft en hard drugs. Dat fragiele evenwicht, dat was vroeger heel negatief. Want daar had je dealers die op de hoek van de straat kon je alle tering zou kopen. Inclusief wiet, maar ook vooral hard drugs. Nou, dat was natuurlijk helemaal niet goed.
Nou, nu heb je dat binnen zo'n coffeeshop gelokaliseerd. Daar is controle in ieder geval op de kwaliteit. Ook wel wie het kopen en de leeftijd, et cetera, et cetera. Mm-hmm. Nou, dat heb je op een goede manier nu onder controle. Nou, nu komt de wietpas. En de wietpas zal je dus moeten laten registreren officieel. Ja. Nou, een heleboel mensen die wiet gebruiken, hebben geen zin om zich te laten registreren. Niet omdat ze niet willen laten zien dat zij Jan, Piet of Klaas of Mohammed zijn. Mm-hmm. Maar omdat dat ook in het bestand gaat. En het bestand, dat kan wel eens door het ministerie worden opgevraagd en dergelijke. Je weet nooit wat er met die bestanden gebeurt. Nou, daar heeft men eigenlijk geen zin in om zich officieel te laten registreren als softdrugs gebruiken. Nou, wat gebeurt er dan? Die mensen gaan dus niet meer in de coffeeshop hun wiet bekomen, maar die gaan het weer op straat bekopen. En dat geeft weer ruimte aan dealers die het dan niet alleen wiet een betere afzetmarkt weten te krijgen, maar ook al die andere rotzooi gaan verkopen. Ja. Vorige week had ik uw collega Patricia van Aken. Ik zei, ja, het feit dat jullie er ook al over bezig zijn is een beetje een glijdende schaal, want het CDA zegt eigenlijk van, wij willen helemaal dat er niks is, ook geen winkeltjes, ook geen shoppies. Ja. In hoeverre staat u in dat verhaal? Ja, ik... Dat kan je allemaal wel vinden. Ik ben ook tegen prostitutie. Ik ben ook tegen criminaliteit. Gaan we dat? Ja. Alcohol? Ja, alcohol ben ik ook geen voorstander van. Dus ja, de maatschappij zit op een bepaalde manier in elkaar. Mm-hmm. En de maatschappij, zijn mensen in de maatschappij die ook wiet willen gebruiken. Ja. En wiet is niet veel slechter dan alcohol of gewoon roken, sigaretten. Nee, precies. Roken en dergelijke. Dus. En ik ben ook tegen sigaretten roken. Ja. Maar u legt eigenlijk de verantwoordelijkheid zeg maar bij de gebruiker. Ja, de gebruiker is verantwoordelijk. En harddrugs is aangetoond dat het destructief is voor je hele lichaam. En dat je, als je dat die training zo gebruikt, dat je op heel korte termijn toch niet meer goed kunt functioneren in deze samenleving. Maar nog weer het CDA aanhalend. Het CDA zegt, ja, maar als je nou met wiet begint, dan ga je op een gegeven moment zoeken naar iets sterkers. En dan ligt het zo in de lijn de verwachting dat je aan de harddrugs gaat. Ja, en als je een pilsje begint, dan ga je naar de whisky. En dan ga je daarna drie pilsjes drinken. Ja. En na een tijdje ga je aan de whisky en dergelijke. En dan kan het ook echt fout gaan. Ja. Dus ja, eigen verantwoordelijkheid. Er zijn een heleboel mensen die blowen en prima kunnen functioneren in deze samenleving. Mm. Er zijn ook een paar mensen die minder goed functioneren, maar dat heb ik ook met alcohol. Want je noemt het ook alcohol en drugs in feite. Ja, allebei zijn het drugs. Ja. Die mensen die maten kunnen houden en mannen die geen maten kunnen houden. Ja. En ik vind dus dat, je kunt wel zeggen, wij zijn tegen wiet, ja. Nou, ik zou, als mijn dochter thuis komt van en dan gaan de joints zitten draaien, dan denk ik ook dat ik niet gelukkig ben. Weg met die troep. Nee, duidelijk. Hoe gaat dit eindigen, denkt u, deze discussie of deze... Het heeft natuurlijk voor- en nadelen voor alle partijen. Nou, wij hebben de discussie geagendeerd voor de commissievergadering. Omdat wij eigenlijk willen dat ook Schiedam een standpunt inneemt. Niet voor wiet, nee. Omdat in ieder geval die wietpas geen oplossing biedt voor de problematiek. En dat door de introductie van de wietpas hier in deze stad, we het een groot gevaar lopen dat we dadelijk dus weer allerlei straatdealers in de spelonken van deze stad tegen gaan komen. Hebben jullie nog nagedacht over een alternatief in plaats van de wietpas? Is er nog een ander iets te bedenken om het een beetje in de hand te houden? Ja, nou, een alternatief is dat je dus ook de achterdeur gaat reguleren van die coffeeshops. Ja. Wat op dit moment is dat softdrugs mag verkocht worden dan in een coffeeshop, maar je mag het niet produceren. Nee, het mag gewoon. Dus de productie, de productie is illegaal. Ja. En dat is dus al een dilemma. En ik zou heel graag willen dat de productie dus ook aan kwaliteitsnormen moet gaan voldoen en dat er dus overheidscontrole op is. Ja. Volgens mij heb je dan een veel betere instrumentarium om zorg te dragen dat degene die wiet roken, in ieder geval de wiet roken die niet schadelijk is voor, of niet bovenmate schadelijk is voor de gezondheid. U heeft een aantal dingen aangevoerd, die ga ik eventjes met u langs. U zou het graag willen hebben over de vrijwilligers die zich inzetten voor Schiedam, haar inwoners, haar flora en fauna en de wijk. Nou, toevallig hadden we vanochtend Jan Bostelaar van het steunpunt vrijwilligerswerk. Ja. Volgende week hebben ze een leuke avond voor alle mensen. Lang niet genoeg plaats om iedereen ook een plekje te geven. Wat zou u over die vrijwilligers willen zeggen?
Nou ja, wat ik zo fijn vind in deze stad is van dat je zoveel vreselijk veel vrijwilligersorganisaties hebt die zich inzetten voor het wel en wee in deze stad. Ik was verleden week bij Riva. Dat is het kinderkledingproject wat verleden week haar deuren geopend heeft in zijn er Oost. Ook geweest. Ja, ook één buurtbewoner samen met haar buren, haar moeder, et cetera, die zijn een fantastisch project gestart. Ja. Vrijwillige basis. Nou, vind ik knap, vind ik goed. We hebben verleden week groene linkjes uitgedeeld aan mensen die enerzijds bezig zijn met padden, flora en fauna in deze stad. Anderzijds mensen die samen met de voedselbank zorgen dat groente in de voedselbank aangeboden wordt. En dat wordt dan hier gekweekt, op Schiedamse grond. Ja. Een tuinderijtje, nou, vind ik ook mooi. Er zijn ook vrijwilligers die dat doen. Nou, zo zijn er zo vreselijk vrijwilligers in de stad die zorgen dragen dat, ondanks de moeilijke tijden in deze stad, die samenleving toch gearrangeerd aan de slag blijft. Koesteren? Koesteren die mensen? Ja, zeker. Ja. Zeker koesteren. Mooi. En dan zie je ook, dat die betrokkenheid, waar we al zoveel over geklaagd wordt, want dat de betrokkenheid, de onderlinge betrokkenheid tussen mensen, dat het allemaal maar niks is. Nou, ik ga vanmiddag weer naar de bewonersorganisatie Zuid, die haar 40-jarige bestaan viert. Ja. Dat zijn voor het algemeen zijn dat allemaal vrijwilligers die zich inzetten voor hun wijk en hun straat. Ja. Nou ja, petje af voor die mensen. Absoluut. De begroting komt eraan. Pijnlijke bezuinigingen. Uw eigen wethouder Grijze van Cultuur, die zal er denk ik wel eens een punt over te hebben. Want eigenlijk is hij het mikpunt van alle wethouders buiten die van financiën. Want ja, in zijn sector, alle culturele instellingen, die worden flink gekort. Gisteren weer een noodkreet van de muziekschool. U zei het net zelf ook al. Hoe lastig is dat, denkt u, voor uw wethouder om dat alsmaar te verdedigen dat het niet zijn beleid is, maar het collegebeleid? Dat is lastig. Maar ja, hij ligt in de vuurlinie. Dus hij heeft een brede borst. Dus hij moet wat incasseren. Anderzijds, er wordt bezuinigd. Maar binnen die bezuiniging wordt er weer ook geld vrijgemaakt om nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. Mm-hmm. En bezuinigen doet pijn. Dus dat is allemaal heel erg vervelend. Ik realiseer ook al heel goed dat bezuinigen pijn doet. Anderzijds maken we ook weer geld vrij voor nieuwe initiatieven. En we zijn bijzonder zorgvuldig in de afweging. Want het moet nog door de raad. Welke projecten moet je toch absoluut wel doorzetten. En waar zouden we de tandje minder kunnen. Of waar zouden we in principe ook wel afscheid van kunnen nemen. Ja, en dan heeft een wethouder heeft het zwaar. Omdat hij daarmee met bezuinigingsopdrachten niet populair wordt. Laat het wel zijn. Mm-hmm. Deze bezuinigingen is niet van de wethouder. Deze bezuiniging is ook niet alleen van het college. Deze bezuiniging vloeit voort uit de zomernota. Ja. Waarin de raad heeft gezegd, ja, die kant moet het op. En daar zaten bezuinigingen in. Die bezuinigingen zijn er ook niet omdat de gemeenteraad van Schiedam dat zo graag wil. Maar dat we ontzettend vreselijk veel minder geld krijgen vanuit Den Haag. Ja. En dus moeten krimpen. En dan vindt dat niet alleen de krimp plaats binnen het welzijnswerk of binnen de cultuur. Maar ook in het hele brede spectrum waar de gemeente wat over te zeggen heeft, vindt de bezuiniging plaats. Wat verwacht u van al die bezuinigingen? Met name al die negatieve bezuinigingen van allerlei organisaties die het minder krijgen. Hoe gaat dat aflopen? Ja, we dagen de mensen ook uit om creatief te zijn. En met minder toch te kijken of ze het goede kunnen neerzetten. Wat zij voor deze stad betekenen. En soms kan het ook wel een tandje minder. Ja, soms is het wel heel veel tandjes minder. Ja, of helemaal geen tandje meer. Uitermate pijnlijk, ja. En ik denk dat nog met betrekking tot de projecten die eigenlijk op nul worden gesteld, dat we nog wel eens heel goed moeten kijken, ook als gemeenteraad, van of er zaken toch niet echt gerepareerd kunnen worden. Ja. U zei er net zelf van, er is gelukkig ook financieel ruimte voor nieuwe initiatieven. Ja. Is dat dan wel het juiste moment voor nieuwe initiatieven als oude bestaande organisaties zwaar onder druk liggen? Ja. Nou, nieuwe initiatieven mag ik de Erken noemen. De SWS heeft met bezuinigingen te maken. En die gaat zowel de Blauwe Brug
als, nou, ik heb begrepen, de erken afstoten. Mm-hmm. Maar we gaan als gemeente dus niet de erken dichtgooien. We gaan kijken samen met die bewoners, hoe kunnen nou bewoners in gezamenlijkheid, ja, met misschien minder middelen, toch zorg dragen van dat de erken open blijft en toch activiteiten kunnen worden aangeboden, ja, die ze mogelijk bij SWS inhuren, ja, ja, om als wijkcentrum door te kunnen functioneren. Dus u zegt met andere woorden, de professionals die worden wegbezuinigd, in zoverre dat als er een activiteit is, dan wordt die op dat gebied even ingehuurd. Ja. Dat gaat hem worden. Ja, en dan krijgen we, en daar ben ik altijd wel een voorstander van geweest, voor in het verleden was ik ook overwerker, want dat je veel meer verantwoordelijkheid gewoon zelf bij die mensen moet leggen. En die kopen dan wel in, ja, datgene waarvan zij denken, wat willen wij in onze wijk gaan doen. Maar is dat nou verantwoord, om vrijwilligers zo'n grote verantwoording te geven? Ja, ik denk het wel. Daar kan je afspraken over maken met vrijwilligers. Ja. Over voorwaarden, onder welke voorwaarden geld mag worden uitgegeven. Ze moeten natuurlijk ook een programma maken. En ze moeten dus ook zorgvuldig met geld omgaan. Ja. Nou, volgens mij moet dat prima lukken. Hiervoor zat Nieke van der Vliet, voorzitter van de AMBO. Toen hadden we het over het openbaar vervoer. Nou, dat hebben we de laatste weken natuurlijk groot in het nieuws. De Woudhoek Groen, dat is daar ook niet meer te bereiken met de tram. Elke bussen gaan dan, geloof ik, verdwijnen. In het weekend op zondag is er helemaal niks meer. Meneer van der Vliet sprak net, de wethouder Groeneweg is achter de schermen bezig om toch een systeem te ontwikkelen dat mensen op verzoek vervoerd kunnen worden, hetzij door busjes of andere eenvoudige middelen. Hoe kijkt u tegen die ontwikkeling aan? Nou, ik vind het vreselijk vervelend dat die tramlijn dus gekortwiekt wordt en misschien volgend jaar zou moeten verdwijnen. Ik vind dat onverantwoord. En ik vind dat de bewoners dus ook een punt hebben die daar tegen protesteren. Ja. Heeft de wethouder, want meneer Van der Vliet zei, de wethouder treft geen blaam. Zo'n regio is heel sterk. Bent u het daarmee eens? Ja, ik ben het er in zoverre mee eens, want dat de wethouder, maar ook de gemeenteraad, wel wat harder op de trommel had mogen roffelen. Ja. Dat hebben we misschien gezamenlijk wel wat laat opgepakt. En daar, die verwijten trek ik mij ook wel aan. Ja. Je kunt niet naar de wethouder gaan wijzen, alleen van joh, dat is de man die het fout heeft gedaan. Maar gelijktijdig, en daar heeft de wethouder wel gelijk in, je bent toch maar een klein radertje in dat geheel van deze regio. Ja. En wij vertegenwoordigen maar 6% van het aantal inwoners, geloof ik, hier in deze regio. Of misschien 10%. Of in de stemverhouding, laat ik het maar zo zeggen. Maar goed, hoe positief ziet u die ontwikkeling dat toch schijnbaar achter de schermen gewerkt wordt? Ja, dat zie ik positief, maar het is wel een doekje voor het bloeien. Want? Ja, nou, kijk. Ja, het openbaar vervoer is weg. Ja, het openbaar vervoer is weg. Ja. En dus, het is niet de oplossing. Ja, het is een veel langer traject. Eerst zou er een tram komen die door heel die wijk heen zou komen. Ja. En dan erbij het spoorstation ketel zou halteren. En dan weer terug zou rijden. Ja. Nou, ketel gaat niet door, spoorstation. Nee. Die tramlijn die wordt in plaats van dit die zijn uitbreidt, wordt er afgeknipt. Terwijl als die drie gewoon even de halte, het eindpunt de lust meeneemt en daarna vervolgens een weg vervolgt. 2-3 haltes erbij en het probleem zou opgelost zijn. Nee, het is ook geen medewerking willen verlenen daar in het regionaal bestuur. Echt hoor, het is niet mee willen denken. Nee, we hebben het besloten. En we doen het zo. Een paar dingetjes even kort raken. De website van de gemeente Schiedam blijkt slecht bereikbaar te zijn. Nou, kan je dat weer nuanceren tussen overdag en 's nachts en 's avonds laat. Ja. Hoe zorgelijk is dat? Nou, als dat zo zou zijn, dan is dat zorgelijk. Maar ik heb daar geen ervaring in. Want als ik de website wil bereiken, dan kan ik hem bereiken. Incidentele gevallen wellicht. Dat zou misschien. Nou, het incidentele geval ben ik niet tegengekomen. Nee. Detailhandel op skivesten. De regio, of althans de provincie, heeft gezegd van ja, nou maar niet meer doen. En nou wordt er verbaasd gereageerd door de gemeente Schiedam van ja, hallo, wat nou maar niet meer doen. We zijn wel van plan om ooit nog eens detailhandel op skivesten, het westelijke gedeelte, te doen. Ja, de middenstand zegt dan in het centrum van ja, daar zitten we nou niet op te wachten. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Nou, we hebben in het verleden afspraken gemaakt dat we wel een grootschalige detailhandel op skivesten zouden willen doen, maar dan niet concurrerend met de binnenstad. Mm-hmm. Dan verbaast het mij ook van dat de provincie het zomaar wegschrapt. Ja. Want dat gaan we niet meer doen. Blijkbaar, maar ik heb het ook maar alleen maar uit de krantenberichten.
zonder overleg met de gemeente Schiedam. Dus terecht dat de gemeente Schiedam zegt, hoezo? Zullen we het er eerst even over hebben? Zullen we het zelf even bespreken? Ja. Maar ja, goed, dat zijn toch dingen die dan verwacht worden dat een gemeenteraad daar natuurlijk wel mee aan de slag gaat. Ja, daar gaan we ook mee aan de slag. Wat zou u detailhandel willen op het... Nou, die grootschalige detailhandel, daar hebben we in het, als daar belangstelling voor is in de retail en dergelijke, dan moet dat zonder meer mogelijk zijn. Die markt is op dit moment nou niet echt overlopend van dat ze in de rij staan van mogen we daar alsjeblieft zitten. Maar over 5 tot 10 jaar zou dat misschien best wel eens een keertje kunnen aantrekken. Ja. En dan wil ik dat die ruimte wel graag hebben voor Schiedam om daar het een en ander te kunnen realiseren. Vlaardingen heeft de klapper gemaakt, hè? V&D binnengehaald. Ja, dat is hartstikke goed. Maar Schiedam had toch weer een kans om ook V&D binnen te halen in het hele voorkantstuk van de Broersveld. Onderneming heet Brevast, meen ik, die dat allemaal verhuren. Dat staat allemaal leeg. Mm. Maar het enige wat V&D wilde, dat was dat de gemeente opdraaide voor de kosten van de roltrap aan de buitenkant. Dat wilde de gemeente Schiedam niet. En dus zei V&D, nou prima, dan gaan we in Vlaardingen kijken. Ja. Is dat een verhaal wat nieuw voor u is? Dat is nieuw voor mij, ja. Ja, maar het zou wel heel jammer zijn als dat... Ja. Van de week is dat ter sprake geweest. Heb ik dat uit betrouwbare bron vernomen. Toen dacht ik, nou als we het daarop laten afketsen. Want V&D had voor Schiedam toch wel een aardige klapper geweest. Ja, maar dat was gelijktijdig dan ook weer een negatief geweest mogelijk voor de middenstand in onze stad. Alhoewel je zou kunnen zeggen, W&D trekt ook mensen weer aan. En dat is ook goed voor de rest van de ondernemers in de binnenstad. Absoluut. Ja, er zitten mitsen en maren aan. Zelf denk ik dat V&D in de binnenstad, we zitten zo dicht tegen Rotterdam aan. Waar je ook heel veel grote bedrijven hebt. Ja. Van of er wel een goede basis is voor een bedrijf als V&D om hier ook goed te kunnen draaien. Ja. De bonnetjesaffaire. Ik had 2 weken geleden uw collega Patricia van Aken van het CDA. Ja. De commissie is bezig. De uitslag laat nog even op zich wachten. Meneer Bregman heeft daarover gesproken. Mevrouw van Aken zei, ik vind eigenlijk dat die hele zaak voor 1 december namelijk afgehandeld moet worden. Zodat de nieuwe burgemeester helemaal met een schone lei kan beginnen. Ja. Hoe sterk acht u dat argument? Nou, ik zou het ook goed vinden als we voor 1 december de zaak zouden hebben afgerond. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de rapportage van de onderzoekscommissie. Waarom duurt het zo lang? Dat weet ik niet precies. Er zat ook een vakantieperiode in. En die waren ook allemaal gepland van al de mensen die in die bonnetjesaffairecommissie zitten. Ja. Dus men heeft er niet zo geweest dat alle vakanties zijn opgezegd. Ja. Dat kan je ook niet van raadsleden vragen. Nou ja, er waren nog wat bonnetjes tegen het licht te houden. En ik heb begrepen van dat zo zeer zorgvuldig gebeurd is. Ja, maar dan moet je ze wel heel lang tegen het licht houden. Want dat duurt natuurlijk nu al maanden. Ja, even kijken. In juni hebben we die commissie ingesteld. Ja. En toen begon de zomervakantie. Dus ze zijn echt effectief, denk ik, pas ergens half augustus begonnen. Ja, maar wanneer er nou inderdaad gezegd wordt van... prima, het is geweest. Geld terughalen, daar gaan we vooral niet aan beginnen. Staat u daar dan achter of zegt u van ho, zo makkelijk... Nou, het ligt eraan van waar het over gaat. Als het over pepernoten gaat, dan denk ik... Nou ja, daar hoeven we niet veel energie meer in te stoppen. Nee. Dan is het de berisping en dan zijn we er van... Maar het gaat wel om aanzienlijke bedragen bij sommige mensen. Maar dan ben ik ook heel benieuwd waar het dus uit opgebouwd is. Ja. En het gaat ook over een vrij lange periode, dus dat bouwt lekker op. Maar ja, ik ben heel benieuwd van waar die bedragen dan uit bestaan en waarvoor het is aangewend. U wacht gewoon met smart op het rapport? Ik wacht met smart op het rapport en ik hoop echt ook dat het per 1 december dat we dan helderheid hebben hoe de zaak in elkaar zit. Mm-hmm. En dat we er een klap op kunnen geven. Ja. Dan wel tegen iemand kunnen zeggen en nou... We gaan dat geld nog terughalen, want dat vinden we belangrijk. Maar dan is dat ook afgerond. Het onderzoek is afgerond. We weten hoe de zaken in elkaar zitten. Ja. En dan is het afhechten. Ja. Laatste korte. Zit u vanmiddag aan een stamtafel? Ja, klopt. Wat is daar het nut van? Nou, dat nut dat is vrij groot, acht ik zelf. Mensen staan in rijen te wachten? Nou, dat niet. Maar we zitten ons niet te vervelen. Okay. Dus we hebben een redelijke aanloop van 5-6 mensen per keer... die met een breedheid aan problematiekjes komen. Ja.
over ook weer over integriteit van de politiek. Want ik heb gehoord dat en wat vinden jullie ervan? En ja. Nou wil ik het daar wel eens met jullie over hebben. Ja. Tot en met de stoeptegel. En en daar gaan wij dus ook als stamtafelleden fanatiek achteraan. Ja. En kijken of het probleem kan worden opgelost. Gewoon een stukje veldwerk eigenlijk. Ja, gewoon veldwerk en dicht bij de mensen staan. En gewoon horen wat de mensen tegen te vertellen hebben. Dat eventueel verklaren, in discussie gaan. Maar ook gewoon zorg dragen dat dingetjes uitgezocht worden. En dat de mensen erover teruggerapporteerd krijgen. Duidelijk. Ik wens u een fijne stamtafel toe. Dank u wel.